Een sleepkabel tussen twee auto's. De kabels waar een lift aan hangt. Of bij een hijskraan. Je kunt ook dichter bij huis zoeken. Wat denk je van je remkabel? Al deze materialen, als ze belast worden, zullen ze vervormen. En daar gaat het over. Vervorming van materialen. Krachten in materialen. We beginnen met twee stukken elastiek. Die hangen we op. Hoe lang zijn ze? Eventjes een meetlat erbij. En de ene, toch wel een halve meter. Maar de andere is een stuk langer natuurlijk. Kijk, 3 meter. We hangen aan die van 3 meter even een gewichtje. En daardoor rekt hij uit. Hij rekt 1 meter extra uit. Poeh. Hetzelfde gewichtje ook aan de ander. En die rekt uit. Oh, dat valt mee. Hè? Die gaat maar tot 1 meter. Komt maar een halve meter bij. Dus duidelijk, hè? Bij de een lengtevergroting van 1 meter. En bij de ander slechts een halve meter. Dus bij de ene zal duidelijk de uitrekking het grootste zijn. Maar, de uitrekking is het grootste. Maar die ander die heeft per meter wel de grootste uitrekking. Want als je per meter bekijkt, ja, dan heb je dus, ja, hij was 1 meter. Oh sorry, hij was een halve meter. Ja, en betekent dus, er komt een halve meter bij. Dus stel je voor, dit was 1 meter geweest. Dan was er 1 meter bijgekomen. Ja? En bij deze hier, hij was 3 meter. En er komt 1 meter bij. Dus als dit 1 meter was geweest, ja, dan was er slechts bijgekomen een derde meter. Ja? Oftewel, de uitrekking per meter. En dat noemen we de rek, is bij de 1 het grootste. Rek. Daar gaan we het eventjes verder over hebben. Rek, wat is dat? Dat is de uitrekking per meter. Oftewel, in formulevorm, het is de rek, ja, de uitrekking in meters, gedeeld door de beginlengte in meters. En dan krijg je tenminste de rek. En wat is de eenheid van rek? Nou, het is meter gedeeld door meter. Oftewel, het heeft geen eenheid. Dat is wel makkelijk. Ja. Trouwens, uitrekking meters en beginlengte in meters, je mag dat ook best doen in centimeters, zolang je maar boven en onder in centimeters doet, want het gaat om verhouding. Ja, dus millimeters, mag ook nanometers, maakt niks uit. Ja, zolang je het maar gelijk houdt. Zo, weer hetzelfde iets, ja, elastiek of wat dan ook weer, en er hangt iets aan. Nou, zwaartekracht trekt aan het gewichtje en door de zwaartekracht zal dus in het koord een spankracht ontstaan. En er is evenwicht, dus de spankracht is gelijk aan de zwaartekracht. Als we nou een wat dikker koord doen, maar hetzelfde gewichtje eraan, dan heb je dus dezelfde zwaartekracht. Betekent dus dat in het dikke koord de spankracht even groot is, want het blijkt nog steeds natuurlijk dat de spankracht gelijk is aan de zwaartekracht. En toch zal dus in het dikke koord er minder spanning aanwezig zijn. Hij kan het makkelijker aan. En dat komt natuurlijk door de dikte van de koord diameter. Maar we spreken niet over dat het afhangt van het diameter. Nee, het hangt af van de dwarsdoorsnede van het koord, het oppervlak. Ja, en hebben we eerder gehad, het oppervlak van zo'n koord kun je berekenen met 1/4 pi/d². Ja, dus de kracht per oppervlak, daar gaat het om. En dat wordt spanning genoemd. Ja, spanning. Oké, weer eventjes apart zetten. Spanning, dat is de kracht per vierkante meter. Oftewel, weer in formulevorm. Spanning is F gedeeld door A. F, de kracht in newtons. A, de dwarsdoorsnede in vierkante meters. En dan heb je die Griekse letter sigma. En dat is het symbool voor spanning. En de eenheid van spanning is, het is kracht gedeeld door oppervlak. Dus het is newton per vierkante meter. Spanning. Hier hebben we weer het koord. En als je niet al te hard eraan trekt, ja, dan rekt hij uit. Maar als je daar het weer loslaat, komt het weer in zijn oorspronkelijke toestand terug. We noemen dat soort vervorming elastisch. Elastisch is dus niet blijvend. Het komt weer terug.
Dat kan natuurlijk niet onbeperkt. Ja, er is een bepaalde grens aan. En die grens, dat is de evenredigheidsgrens. Ja, spanning en rek zijn daar beneden evenredig met elkaar. Als de spanning twee keer zo groot wordt, wordt ook de rek twee keer zo groot. Wat als je meer gaat doen, als je boven die evenredigheidsgrens komt? Nou, dan heb je maar een heel klein beetje kracht nodig, een heel klein beetje spanning. En de rek die neemt dan behoorlijk toe. Ja, en we noemen dat, omdat het zo makkelijk kan, dat noemen we het vloeien van het materiaal. Ja, vloeien, het gaat vloeiend. Ja, het gaat ontzettend makkelijk. De vervorming die daarbij optreedt, die is blijvend. Het gaat dus niet meer terug naar zijn oorspronkelijke vorm. En we noemen dit soort vorming plastisch. Plastische vervorming is dus blijvend. Na deze zogenaamde vloeifase kun je natuurlijk nog meer eraan trekken. En dan heb je toch wel weer extra spanning nodig om hem een beetje meer uit te rekken. Ja? Dus je moet echt weer behoorlijk aan trekken, maar dat kan ook maar tot een bepaalde maximale trekspanning. En daarna, dan treedt er de zogenaamde insnoering op. En insnoering is dat materiaal, nou, je ziet het, hè? Die wordt inderdaad echt ingesnoerd tot een bepaald punt en daarna breekt het natuurlijk. We zetten alles even op een rijtje. Wat gebeurt er? 1. Je krijgt elastische vervorming. Elastische vervorming betekent dus dat de spanning en de rek mooi gelijkmatig oplopen. En als de spanning verdwijnt, dan zal ook de rek verdwijnen. De vervorming verdwijnt compleet. Dan gaat tot een bepaalde grens de rechtevenredigheidsgrens. Als je daar overheen gaat, dan kom je in de plastische vervorming. Ja, en in het begin zal dat wezen de zogenaamde vloeifase. Ja, je hebt maar een heel klein beetje spanning nodig, een heel beetje kracht. En dan zal de uitrekking ontzettend sterk toenemen. De vervorming is blijvend plastische vervorming. Als je verder gaat, dan moet je wel weer extra kracht hebben. De spanning moet toenemen om een verdere rek te doen. En dat gaat tot een bepaald maximum, de maximale trekspanning die bij het materiaal hoort. En tenslotte, 4. De insnoering. Ja, het materiaal wordt ergens ontzettend dun en tenslotte zal het gaan breken. De eigenschap van het materiaal wordt vaak weergegeven in het zogenaamde spanningsrekdiagram. Daarin wordt de spanning verticaal gezet en de rek horizontaal. Hoe ziet zo'n diagram eruit? Nou, in het begin, bij de elastische vervorming, is het recht evenredig met elkaar. Dus je hebt een rechte lijn omhoog. Dat is fase 1, de elastische vervorming. In fase 2 is er dus nauwelijks een toename van de spanning en de rek neemt toch toe. En je ziet dus hier inderdaad dat de spanning nauwelijks toeneemt. Het is nagenoeg recht en toch neemt de rek toe. Deze fase met de plastische vervorming is dat stukje 2. Daarna wordt de spanning toch wel weer verder omhoog gebracht. Ja, tot een bepaalde maximale treksterkte. Ja, de spanning is daar maximaal. Verder kan een materiaal niet hebben. Ja, dus fase 3. Spanning neemt toe tot een maximale waarde. En dat is dus de treksterkte van het materiaal. Ga je daarna daar overheen, dan zal er tenslotte insnoering optreden en gaat het breken. Belangrijk is onderzoek om na te gaan wanneer een materiaal gaat breken. Daarvoor maakt men gebruik van dit soort teststaafjes en die stopt men dan in zo'n soort machine, ja, dat gaat daar zo tussen, en dan wordt het uit elkaar getrokken totdat het breekt. En je ziet hier twee van die staafjes. Hè, links is een staafje nog redelijk intact, misschien dat er al plastische vervorming is, dat kun je niet echt goed zien, maar rechts zie je duidelijk die insnoering en misschien dat daar ook al een breuk is. Het is moeilijk te zien natuurlijk, maar dat onderzoek wordt gedaan is ontzettend belangrijk, want ja, je moet wel weten tot hoe ver een materiaal kan gaan. We keren weer even terug naar het spanningsrekdiagram. Het eerste traject, dat is het belangrijkste, tot aan de evenredigheidsgrens. Want als je daar voorbij bent, dan zal het materiaal dus niet meer terugkeren naar zijn oude toestand. In feite moet je dan dat vervangen. Belangrijk is dat je daar een driehoekje kunt tekenen. Driehoekje met twee rechte zijden. Ja, de ene, daar staat de spanning vermeld en de ander de rek. En omdat het een rechte lijn is, ja, is de helling overal gelijk.
Dus de helling, die kun je natuurlijk uitrekenen, dat is overstaande rechthoekzijde, spanning, gedeeld door aanliggende rechthoekzijde, rek. En die helling is overal gelijk. We noemen het getal wat eruit komt de elasticiteitsmodulus. Elasticiteitsmodulus, die gaan we natuurlijk eventjes apart zetten. En wat is elasticiteitsmodulus? Die geeft aan hoe makkelijk je iets al of niet kan uittrekken. Even in het formule. Elasticiteitsmodulus is spanning in newton per vierkante meter. Gedeeld door rek, heeft geen eenheid. En de elasticiteitsmodulus is dan natuurlijk in, nou, omdat rek geen eenheid heeft, is de eenheid hetzelfde spanning, namelijk newton per vierkante meter. Stel je voor, als je een grote elasticiteitsmodulus hebt, ja, kun je dan het materiaal makkelijk of juist niet makkelijk uittrekken. Nou, je ziet in de formule dat als elasticiteitsmodulus groot is, dan zal dus ook de spanning groot wezen. Oftewel, het is dan moeilijk uit te rekken. Je kun je denken van elasticiteitsmodulus, weer iets nieuws, maar valt mee, je hebt zoiets al gehad. Kijk, bij de veer, wat geldt bij een veer, dat is dat F gedeeld door U, kracht gedeeld door de uitrekking, ja, die is gelijk aan de constante en dat is de veerconstante. En net zoals met de elasticiteitsmodulus, geeft de veerconstante ook weer hoe makkelijk een veer al of niet kan worden uitgerekt. Oftewel, een veerconstante, ja, is hetzelfde iets. Ja, ook hier, als de veerconstante groot is, dan is de veer moeilijker uit te rekken. Precies hetzelfde dus als je ook met de elasticiteitsconstante hebt gedaan. Elasticiteitsmodulus hebt gedaan, bedoel ik. Elasticiteitsmodulus is een eigenschap van het materiaal, dus staat het in BINAS. Kijk hier, BINAS 8, gegeven metalen en elasticiteitsmodulus, tweede kolom. En bijvoorbeeld aluminium heeft een elasticiteitsmodulus van 71, en let op, hè, 10 tot de macht 9. En als eenheid is het pascal. Pascal is hetzelfde als newton per vierkante meter. Wat kun je hierbij doen? Nou, bijvoorbeeld, je kunt hier zien van dat als je dus die aluminium hebt met 71, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met ijzer, ijzer heeft een veel hogere waarde. Betekent dus dat ijzer een stugger materiaal is dan aluminium. Even een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt een 2 meter lang aluminium draad en je hangt er 50 kilogram aan. Ja, hoeveel rekt die draad dan uit? Hoeveel centimeter denk je dat die draad langer wordt als je 50 kilogram aan hangt? Nou, is uitrekking. Die elasticiteitsmodulus, die weet ik. Althans, die kan ik uit BINAS halen. En dan kan ik dus de rek berekenen, want je kunt dat een beetje opzetten. Nou, rek is dus de spanning gedeeld door elasticiteitsmodulus. Moet ik de spanning nog weten? Nou, spanning is kracht gedeeld door de dwarsdoorsnede, het oppervlak. En de kracht, die weet ik eigenlijk, hè, 50 kilogram. Je kunt de zwaartekracht berekenen, 50 keer 9,81. En de dwarsdoorsnede, A, is een kwart keer pi keer d kwadraat. En d, de diameter, weet ik, want gegeven is dat het een halve millimeter dik is. Dus, ik vul in een halve millimeter, natuurlijk wel meteen in meters, zodat ik de dwarsdoorsnede in vierkante meters krijg. En het is natuurlijk een heel klein getal, maar het is zoveel vierkante meter. Dat vul ik in bij de spanning. Ja, dus F, inderdaad M keer G, 50 keer 9,81, gedeeld door die dwarsdoorsnede. En dan krijg je dat de spanning is 2,5 × 10⁻⁹ newton per vierkante meter. En newton per vierkante meter is dus hetzelfde als pascal. De rek kan ik nou uitrekenen, want ja, invullen, uitrekenen en dan krijg ik een rek van 0,035. Dat is zonder eenheid, hè? Rek is eenheidsloos, maar je kunt eventueel er procenten van maken. Ja, 3,5% betekent dat de lengte 3,5% langer wordt. Kortom, eventjes een beetje ruimte maken. Zo, en dan gaan we kijken naar de rek. Rek is, daar staat het, delta L, de uitrekking, gedeeld door de beginlengte. Oftewel, de uitrekking, die is rek maal beginlengte. Ja, oftewel, 0,035 keer die 2 meter, ja, oftewel gewoon 3,5% van 2 meter, en dan kom ik op 0,070 meter. Oftewel, hij rekt 7 centimeter uit. I,
Nog een materiaal, ja, touw, dat kan ook, hè. Als je daaraan trekt, wat krijg je dan? Ah, kijk, dan krijg je het einde. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot ziens, tot horen.